Voedingstransformatoren in zoveel soorten en maten. In deze video laat ik je deze drie typen zien. En dan gaan we het hebben over de constructie. We kijken naar het kenplaatje en wat betekent dat nou precies. Ook kijken we naar de bedrading en hoe we deze kunnen interpreteren. En uiteindelijk meten we er ook aan en zien we hoe trafo's in een schema worden getekend. Twee typen voedingstransformatoren dus in deze video. De eerste is de ringkerntrafo, rond van vorm natuurlijk. En de tweede is de trafo waarbij de kern aan de buitenzijde zit en ook binnen doorloopt tussen de primaire en de secundaire spoelen in. Laten we eerst eens even naar die ringkern kijken. Valt meteen op natuurlijk door zijn vormgeving, zijn altijd rond van vorm. En de kern van de trafo, waar het magnetisch veld door wordt getransporteerd van primaire naar secundaire spoel, zit in de spoel. En de spoelen zijn dus ook op elkaar gewikkeld. Dus dat maakt het wel tot een bijzondere constructie. De montage is ook afwijkend van de normale rechthoekige transformatoren. Dus je ziet dat het hier altijd gaat om een eengatsmontage. Dus het zit maar met één bout vast in een apparaat. En er zitten stevige montageplaten overheen. En daaronder zit ook altijd een rubber om het trillen van de trafo, het mechanisch trillen van de trafo op te vangen. En ook aan de onderkant zie je dat dat behoorlijk stevig verankerd is. Dat trillen dat komt onder andere door magnetostrictie. Dus het veranderen van het materiaal onder invloed van het magnetisch veld. Dat kun je eigenlijk helemaal niet tegengaan. Dus dat zul je mechanisch moeten dempen. Nou, deze trafo heeft dan toevallig een kenplaatje. Dat hebben ze ook niet allemaal. Maar deze wel. En wat staat daarop? De eerste twee regels, dat zijn nummers van de fabrikant, fabrikagecode. En dan staat er een IP. De input is 230 volt 50 hertz. En de draadkleuren zijn bruin en bruin. De output is 2 x 48,2 volt. En de uitgang is red, black, red. Gaan we zo kijken wat dat betekent. Ook ingebouwd is een thermal switch. Die schakelt af bij 130 graden Celsius. Dus die is ingebouwd in de spoelen. En dit is dan de naam van de fabrikant. Kijken we naar die draadkleuren. Dus de primaire kant was bruin-bruin. En de secundaire kant was rood-rood-zwart. En wat we bij de spanning weten van trafo's, van voedingstrafo's, is dat de primaire spanning altijd hoger is dan de secundaire spanning. Althans, dat is vrijwel altijd het geval. En dat betekent ook dat de secundaire stroom groter is dan de primaire stroom. Dus wat je hier meteen al heel mooi kunt zien, is het verschil tussen de draaddiameter primair en secundair. De primaire spoel, daar staat natuurlijk netspanning op, 230 volt. En de secundaire spoel, nou, een veel lagere spanning in vrijwel alle gevallen. Het vermogen primair en secundair is ongeveer hetzelfde. Dus de stroomsterkte zal primair veel kleiner zijn dan secundair. En in de vergelijking ziet dat er als volgt uit. UP maal IP is U secundair maal I secundair. En het totale vermogen is primair en secundair hetzelfde. Het totale vermogen geldt U maal I. Die primaire spanning is 230 volt. En die secundaire spanning is vaak 12 volt of iets wat erop lijkt. En dan zie je dus ook dat die verhoudingen gelijk moeten blijven en dat daardoor die stroom wel een factor 10, 20 keer zo groot kan zijn aan de secundaire kant. En daarom is dus die secundaire draad altijd veel dikker. Dus als je een trafo hebt waarvan je niet weet welke de primaire en de secundaire spoel is, dan is die draaddiameter een hele belangrijke indicatie. Nou, gaan we verder naar die spoelen kijken. Hoe ziet dat er dan uit in een schema? Nou, de primaire spoel die tekenen we als volgt. Zoiets, dat is dan U primair. Dat is een sinus. En deze trafo's hier in Nederland zijn natuurlijk allemaal afgestemd op 50 hertz. En de secundaire kant, daar hebben we nu gezien dat we daar drie draden hebben. Waarvan we eigenlijk niet precies weten wat het is. We hebben wel gezien dat er 2 keer 48,2 volt uitkomt, maar we weten verder niks over de kleuren. Waarschijnlijk is het zo dat die zwarte een middenaftakking is. Dus dat betekent dat we hier twee symmetrische spoelen hebben met een middenaftakking. En dat wordt veel gebruikt bij het bouwen van symmetrische voedingen, bijvoorbeeld versterkers. Dit kunnen we ook even bekijken door te meten.
En dan gaan we meten de koperweerstand. Dus we doen dat met een gewone ohmmeter. Dus ik kan eerst eens even de primaire spoel meten. Wat voor weerstand hebben we het dan over? Ja, die waarde moet natuurlijk niet nul zijn en ook niet oneindig. Als die oneindig zou zijn, dan zou de spoel zijn doorgebrand. En als die 0 is, dan is het een kortsluiting. Dus 9,8 ohm, dat lijkt me een hele redelijke waarde. Dan gaan we secundair kijken. Kijken of we daar een bepaalde symmetrie in kunnen vinden. 1,8 ohm, 1,7 ohm, hele lage waarde. In ieder geval is de trafo niet per se stuk. 1,3 ohm. En dan die andere nog eventjes. 0,9 ohm. Dus die waardes liggen redelijk dicht bij elkaar. Want dit is natuurlijk een gewone ohmmeter. En geen milliohmmeter. We kunnen ook nog even kijken of er een verbinding is tussen primair en secundair. Mocht je dat vermoeden bij een kapotte trafo, dan moet je natuurlijk altijd een oneindig hoge waarde meten. Want we hebben het hier over scheidingstrafo's. Over trafo's met een losse primaire en een losse secundaire spoel. We kunnen de trafo ook verder onderzoeken door te meten, door spanning te meten aan de primaire en de secundaire kant. Ik heb hier de primaire kant al even aangesloten op de netspanning. Wees daar natuurlijk heel erg voorzichtig mee, dus dat doe je altijd via een variac, zodat je veilig werkt. En aan de secundaire kant kan ik nu gaan meten. Ik meet hier bijvoorbeeld op deze rode en op deze zwarte, puur willekeurig. En dan meet ik een waarde van 48,8 volt. Dan kan ik nog even meten tussen de twee rode aansluitingen. En dan meet ik een waarde van ruim 98 volt. Nou, dan kan ik de derde mogelijkheid nog even meten. Dat is deze. En dan meet ik wederom ongeveer 49 volt. Dus dan weten we nu ook zeker dat de zwarte de middenaftakking is. Even de spanning eraf. Dus dat betekent in het schema dat dit de zwarte is, black, red, red. En dat hier 48 volt staat en hier staat ook 48 volt. Als ik die spoelen in serie gebruik, dan heb ik dus inderdaad de dubbele waarde, een kleine 100 volt. En dan deze kleine trafo met een E-kern. Deze trafo heeft geen kenplaatje. Dus we zullen door goed te kijken en door te meten moeten vaststellen wat primair en wat secundair is. Aan de primaire kant zie je hier een dunne draad lopen. Het is moeilijk te zien, maar als je hier het papier weg zou snijden of krabben, dan kun je zien dat het een hele dunne primaire draad is. Of een dunne draad, dus primair. En hier zit ook nog eens hittebestendige kous omheen. Dus dat is waarschijnlijk primair. En de secundaire kant heeft een iets dikkere ader, zoals je hier kunt zien. Verder weten we eigenlijk niks over deze trafo, dus we gaan even de spoelen meten met een ohmmeter. Om te zien of er geen kortsluitingen in zitten. Dus we meten hier, wat is het, 27 ohm. Dus dat is in ieder geval niet stuk. Van primair naar secundair meten we een oneindige waarde, dus dat is ook goed. En aan de primaire kant meten we een relatief hoge waarde, dus daar zit in ieder geval ook een spoel in die niet is doorgesmolten. Oké, gaan we er spanning op zetten. Oké, alles is aangesloten. We hebben hier te maken met één secundaire spoel, dus het symbool ziet er dan zo uit in een schema. Primaire spoel en secundaire spoel. En dan gaan we nu even de spanning meten. En we meten een kleine 17 volt secundair. Dus dat lijkt gewoon prima te werken. Als je nou ook nog iets wil weten over maximaal vermogen van deze trafo, dan zul je de trafo moeten gaan belasten. Bijvoorbeeld met een weerstand, met een ohmse belasting. En dan zul je zien dat de secundaire spanning langzaam inzakt. En als die spanning echt gaat inzakken, dan zit je dus bij het maximale vermogen. En dan, daarmee is dan de eigenschap van de trafo vastgesteld. Hou er rekening mee dat secundaire spoelen, als ze onbelast zijn, een hogere uitgangsspanning geven. En dat kan wel oplopen tot een factor 1,25 van de nominale waarde. En we noemen dat wel eens de K-factor.
Dus als je in een datasheet KS 1,25 tegenkomt en je meet een uitgangsspanning van 20 volt, dan weet je dat die dus een factor 1 gedeeld door 1,25 lager moet zijn bij volledige belasting. En tenslotte deze wat grotere voedingstrafo met een E-kern ook. En ook bij deze trafo weer verschillende secundaire aansluitingen. 3 draden met 3 verschillende kleuren. Geen kenplaatje, dus we weten eigenlijk helemaal niet wat de eigenschappen van deze trafo zijn. We zien wel heel duidelijk verschil tussen de draaddiameters primair en secundair. Dus dat is heel gemakkelijk te zien. Dus het is een trafo ook die redelijk wat vermogen kan leveren. En we kunnen eens even kijken met een ohmmeter of we iets kunnen zeggen over de primaire spoel. Dus die gaan we eens even meten. En dat is een vrij lage spanning, 1,3 ohm staat er. En dat zou op zich wel kunnen. Gaan we secundair meten. Tussen primair en secundair meten we natuurlijk een oneindige waarde. En secundair meten we een waarde van, 66 ohm. En hier is een waarde van 20 ohm. En dan hebben we nog één combinatie, wit-rood geloof ik. 46 ohm. Dus het lijkt erop dat die spoelen keurig werken. Dus die gaan we eens even testen met netspanning. En de netspanning is aangesloten. We gaan zometeen daar 230 volt opzetten via een variac. En dan eens even kijken wat we aan de secundaire kant zien aan waarde. Nou, heel duidelijk dat die primaire spoel dus toch beschadigd lijkt. Want de voeding van de hele studio valt uit. Dus die trafo is toch wel dermate beschadigd dat die niet meer gebruikt kan worden.